Yes, dames en heren, er zijn weer een nieuwe video van Davis Team. Je ziet het goed, we zijn weer terug bij de Paishoot. Vol met Davies, helemaal uit. We gaan lekker vissen. Ik ben al een paar dagen aan het voeren. Een paar mooie vissen gevangen, kom ik zo op terug. Maar eerst even de spulletjes uitpakken en dan gaan we u zien. Dames en heren, zoals ik in de intro al zei, ik ben terug op Paistek. Kom je elk jaar een paar sessies vissen als de vis van het grote water naar deze zijsoot de stelsel gaat om te paaien. En wat dus eigenlijk mooi is, ik ben al twee nachten geweest deze week. Goed gevangen. Het nadeel is, de camera die was bij Chit en Daniel. Dus ik heb deze sessie niet kunnen filmen. Ik heb wel de eerste sessie, dat was 6 reuzen gekregen. Ik had er een paar verspeeld in de regies. Een paar losschieters. Ja, dus 3 gevangen, 2 kleine schuppies en een schub van 12,5 kilo. Die beelden zie je nu hieronder. Dames en heren, dat is de eerste vis van deze stek van het jaar. Toch wel lekker hoor. 12,5 kilo. Echt een perfecte schub. Komt de broedworm Haribut. 2 dagen gevoerd. De vis trekt heen om te gaan paaien. En één vis is de onderlijn gebroken. Ik heb al 2 runs gehad. Of het is de derde eigenlijk. En want die bleef achter de mossen haken. En die andere schoot in de regies. En toen schoot de haak los. En deze bleef eindelijk hangen. Dus zeker mooi. Zeker blij mee. Fotootjes gemaakt, dus hij mag wel zwemmen. Zo, ook nummer 2 van de sessie. Een kleine broertje. Kiertje of 6, 7. Maar we gaan. Yes. En ook nummer 3. Deze hing nog allemaal andere lijn. Allemaal andere hengel, zonder te piepen. Dus ik wilde die hengel verversen en dan zat deze hem gaan. Kijk, knolie. Maar we gaan. De vis is, zoals je ziet, echt een sterke polderschub. Vol met kuit. En een paar dagen later was ik terug. Ik ben blijven voeren, kilo's per dag ongeveer. De vis echt dit gedeelte van het water houden. Ja, met de paai trekt het natuurlijk veel door. Dus ik hoop dat het gaat lukken. En vervolgens ben ik de tweede nacht 2 vissen van. Vissen bij je ondertussen. En dat is een mooi, ik vind het eerste spiegel van jou. Een prachtig mooi SKP spiegeltje. Die beelden zie je ook hieronder. Yes. Dames en heren, kijk eens even. Eerste spiegel van het jaar op deze paistek. Prachtig visie, kilootje of 10. Ja, misschien wel meer. Maar het is echt sterk, moet ze goed uit de race houden. Goed gelukt, uur of 11. 2 dagen gevoerd. Vorige week al een paar dagen. Dus veel lekker. Vorige week 6 runs. 3 verspeeld helaas. Sommige gewoon losschieten. En sommige in de race moesten te veel blokken. Maar ja, tweede run van de avond. Net ook eentje losschieten voordat ik hem had gepakt. Dus een fotootje maken en dan mocht hij weer terug. Ik heb volgens ochtendschroef een schub van 11 kilo. Dus super mooi in 3 nachten. Wat is het? 5 vissen. 3 boven de 20. In 2 nachten. Dus dat was perfect. Ik heb dus doorgevoerd. Ik ga zo laten zien hoe ik het heb gedaan. En ik ga het hengeltje weer uitleggen. Kort nog een, morgen vroeg weg. Maar hoop je dat er nog een paar visjes komen. Yes, dames en heren, tweede van de nacht. Ja. 11 kilootjes. Echt mega dik, vol met kuit. Fotootje maken en dan weer terug. Beste mensen, ik heb mijn systeem klaargemaakt. Ik zal ze even laten zien. Eerst een helikoptersysteem, onderlijn kan langs je reader draaien. Onderlijntje van denk ik 15-20 centimeter. Broedworm Haribut bol. En een mooi venghaakje. Andere, Ronnierig. Dus ik eigenlijk al jaren in het voorjaar standaard 1 hengel mee. Ronnierig en dan een wit-geel banana pop-upje. Tijdenuitkopen.nl. Ze zijn echt toppers in het voorjaar. Even kijken waar zijn ze. Deze jongens. Zijn dus True Tone. Er zijn 2 kleuren pop-up door elkaar gemengd. Wit en geel. Ideaal.
En dat zijn mijn twee favoriete keuren. En dan zit er één pup. Dus beter wordt het niet. Zoals ik zeg, ik heb goed gevoerd, een kilootje per dag. Dus ik verwacht zeker wel een runnetje of drie minimaal. Ik denk lekker voor actie. Ik neem jullie met alles mee. Ik ga de Engels tegengooien. Ja, ik doe een klein pop-up schuimpje op. Vorige keer had ik een beetje troep aan mijn haak zitten. Dus zo blijft hij mooi beschermd. Tot ongeveer 2-3 minuten nadat hij in het water is. Is dat schuimpje of losgeraakt of opgelost. Dan krijg je gewoon scherp te vissen. We gaan ze inknallen. Dat heb ik gevoerd. Je ziet hier 20 mm en 15 mm boet voor mijn boet. Die heb ik door elkaar gemengd. Ik voer nog een klein beetje oude scopingsporen erbij. Dat is eigenlijk het voertje van de afgelopen dagen waar de vele vis op is gekomen. Ik ga nu minimaal bijvoeren. Wacht tot hij weg is. Eerst met zijn aanbeten krijgen en dan kan ik het altijd opschroeven. Maar ik verwacht dat voor 12 wel de eerste aanbeet is gekomen. Dus de laatste twee sessies ook zo geweest. Let's go! Ik stop heel met water. Goed laten afzinken, schap rijntje. Het is zoals je ziet 2 meter uit de kant. Het is me niet door de lijn zwemmen, want dan is die afgeschrikt. Dus dit wordt hem. En dan ga ik 2 handjes bijvoeren. Nou, de pop-up engel ga ik bevoeren met een premium particle mix. 2 schepjes van deze jongens over het pop-upje heen. Tussen de wegen, nou, dat is echt al jaren een vangstgarantie in het voorjaar. Gewoon leggen waar de vis ligt of waar die voorbij komt en dan is het gewoon hangen. Dus die jongen gaan we even inleggen en kan het feest beginnen, dan kunnen we gaan wachten. Dames en heren, de jongetjes liggen. Ze liggen er mooi bij, nog weinig activiteit gezien, maar ik verwacht dat er een paar runs gaan komen. Dus ik ga onderwijs knopen, een uurtje en dan is het donker. Dan nog even een filmpje kijken en dan lekker schrapen. Een aardig frot, een stuk wezen wielrennen vandaag, dus ik ga niet te laat schrapen. En dan gaan we het wel zien. Eerst volgende shot wat jullie zien is met actie. Wel rustig was. Zo, 10 voor 1. De eerste is binnen. Ik weet niet of het goed ziet, maar het is een beetje een ghost carper. Dus ik vanaf de bovenkant zo. Ik heb hem vaak met korsten zien zwemmen. Toen nooit gevangen, maar ik die te moeien. En nu pak ik hem op de bodem. Al geluk. Dus één vis verspild. Die schoot los voordat ik hem pakte. De engel voor de kant, ik snap niet hoe. Het is precies dezelfde engel. Dus het is mooi. De boetwoord maar een boetbol. Ah, joh, prima versie. De mannen wat goeie. Ik ga een fotootje maken. Ik wacht hier terug. Gaat hier. Ik bedoel of ze altijd mooi dat het een ghost is. Yes, dames en heren, daar zitten we weer. Het is 7 in de ochtend en ik moet nog gaan opruimen. Helaas, ik heb te vroeg uit. Maar het is bij die ene vis gebleven. Ik had het niet verwacht, maar vaak op dit water is het zo dat als ze helemaal gaan paaien, dan zijn ze ook snel weer weg. Misschien is dat gebeurd. Het is echt super warm geweest de laatste dagen. 22 graden. Dus het zat er een beetje aan te komen. Kleine sloten heb ik al vis zien paaien. En nu is het nog maar 2 runs. Terwijl een week geleden waren het 6 runs. Dus het is er wel veranderd. En ik heb het voer opgeschroefd. Dus eigenlijk zou je verwachten dat er meer komt. Ja, dus ondanks toch 3 mooie vissen gevangen. Die dood is op zich ook wel grappig. En ik denk dat het voor
nu de laatste keer op het water is. Toch weer een mooi voorjaar geweest. En we kunnen weer andere visgronden gaan opzoeken. Dus vond je de video nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op Davefish. Kijk op de site davefish10.nl voor een leuke pet, trui, wat je ook wil. T-shirt, polo, we hebben van alles. Stel wat als ze kijken aan support aan ons. Waar we al die filmpjes van maken. En zien we in de volgende video. Laters.